Inge für die Garten. So, ein Jüngerer gewesen. Ha, 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 ha. Nu, wordt er gelijk wieder. Ja. Hier staan de twee enige echte onvervalste doen hetzelfde als van Nachtroep. Ja. En wel Jopie en Teuntje Kanutsel. Wie bij hem kwam in een groot gezin van 9 kinderen. 9? Allemaal jongens. Ja. En onze vader en moeder natuurlijk, als waren we er niet wist, hè. Maar de jongens weet hier vanavond die B-punt. En wie was een keer graag een U-punt van? Die het. Ja. Joep. Ja. Jok. Jan. Joris. En Jos. Die ben ook ontzettend streng opgevoed door onze olle leu. Maar onze vader had namelijk een spreekwoord in de keuken hangen wat opstond. Wij eten wat gaar is, wij drinken wat klaar is, wij spreken wat waar is en zwijgen als het naar is. Zo. Ja, en nu boe inmiddels ook al een trouwt. Voor de derde keer. En als doe het zelf, dan heb ik ook al heel wat in elkaar een prutje. Ja. Zoals de ethoek heb ik zelf gemaakt. Een bankstel heb ik ook zelf gemaakt. Een bloembak heb ik ook zelf gemaakt. 2 cents. Ja, en die heb je helemaal geen interesse in. Maar voor je zoiets maakt, dan moet je toch eerst een cursus volgen, hè? En een cursus wie die dan gevolgd hebt, die heb je nog zelf doen, schilder de kwak in de poen. Ja, maar leuk wil je roddelen, maar ik was ook niet de enige stommerik. Nee, want mijn buurman, ja, die woont ook niet direct naast mij. Nee, die woont dus 5 hypotheken beter, hè? Oh. Dit is nog stommer dur dan mij. Ik kan me niet verstellen. Ik kan me eens aankijken. Belde mij vorige week op te zeggen, Teuntje, dan moet je eens komen kijken en zeggen, ik heb hier iets unieks gemaakt, ik heb hier een nieuwe varkenskool gemaakt. Ja. Yeah. En dan de alles met lup, heb ik dan volgend jaar een mooi vet varken liggen en dan kreeg je in de stad, hè? Ik denk, zuur nog een griep, dan kreeg je helemaal in de stad, hè? Belde Jan van de Moornag op zeggen, Jan brengt nu eens een half varken. De Jan van de Moornag? Ja. Is dat weer in dat gele busje rift? Nee, dat Bolmpje. Oh, die schuipen vervoerd? Nee, dat Bolmpje. Oh, Bol. Het probeert ze eerst zelf en dan geeft het eronder liggen en dan laat het in. Oh! Dennen? Dennen is dat. Oh! Nee, dan weet ik het. Dus ik bel Jan van de Moornag op en zeg, Jan brengt nu eens een half varken. Jan en brengt me een half varken, die leggen me de kouwen neer. 5 dagen later belt Jan weer op en zeggen, haal hem maar op, maar is mijn geboren gewonnen, hè? Dan zeg ik, Jan, dan moet je mini bellen, dan moet je het appartoir bellen. We zeggen, Teuntje, weet je wat een appartoir is? Nee. Ik zeg, ja zeker, buurman. Oh. Dat is een belastingkantoor. Wat zeg, een belastingkantoor? Ik zeg, ja, maar dat trekt ze goed veel van de one af. Oh. Maar een zuurige griepworm, dat was het eerlijk woord. Maar een keer was ze niet zo zuurig, in buurman, nee. Nee, maar zien een vrouw wel graag naar je oorbellen zeggen. En ik kreeg. Vrouwen blij dat ze naar je oorbellen kreeg. Maar zeggen, ik boor zelf de geitjes in uw lelletjes. Ik wil niet hem, maar iemand anders aan die lelletjes komen, maar die lelletjes bent van mij. Want zeg, ik heb een blik en dekker. Ja, lach maar niet zo hard, een blik naar de dekker, hè. Maar het boort wel een stuk handiger als je nu bent komen in die vriesgat zitten. Nou, laatst had ik weer broeder gevonden. Ze hadden namelijk 2 wc's aan elkaar gemaakt. Ja. Dat is gezellig zeggen. Nou, ik zeg, zullen we er al zitten met uw buurvrouw, of niet dan? Ja, die 2 wc's aan elkaar, dan nu heen een plezier mol. Ja. En die vrouw van hem leuk, dat is mijn nieuwsgierig mensen. Oh, wat is dat toch een nieuwsgierig wief? Loopt ze verder weg in de stad. Zuster op een gegeven moment een Chinees voor een etalage van een seksboutique storen, hè? Ja. Stapt ze een Chinees in. Tikt hem zo op een schouder, zegt ze in het Chinees. Zo, zegt ze, hoe zal de eusjes wel iets witter losgaan? Ja. Wil u niet op dit geval, maar Tuten Jan, hè. Tuten Jan zit ook bij ons op de cursus. En Tuten Jan, dat wil laatst een kipmok maken. Ja, dan zo stel ik de kip en zeg ik, wil een mooie kipmok bij hem. Dus Tuten Jan heeft een mooie kipmok gemaakt. Alle honden en kippen die de hand even erin hadden, toen dachten, ach. Alleen die kale kippen, dat is ook niks. Want toen mijn vader kippen begint over, hè? Een haan heet dat. Oh, een haan. Ja. En zeggen een haan bij je kocht, hier bij die kip met hokken door. En dan ging hij toch de keer zo over vertellen. Oh, de hanen, die waren zo fanatiek, hè? Die raakten spons voor 9:30 in geen grond. Zo beerde, oh, die ging er langs. Keren ging dat hard, eerlijk hoor. Toen in de milieu, brrr, zo langs alle honden, hè? En toen dacht ik, ja, nog aan het zo deur ging, dan trekken die alle honden kapot, dat kan niet hebben. Ik dacht, zaterdag, jongen, als je nog zo tekeer gaat, dan doen we een diepvries.
En ik was er toevallig zaterdag bij. Toen die haan nog even bij die kippen in het hok was. En dan fluit niet meer. Vrrr, dat was net niet meer terug, eerlijk hoor. Dat was dit ding, dat ging 30 keer. Jan houden droep. Leg hem een blok hout neer, ouderwets, houden de kop eraf. Laat die haan nog even los. Kun die haan weer in het hok trechten. Vluchten over die kippen en komt toevallig weer op de kippen trechten. Zegt die kippen, hey hanen. Je hebt mijn vermoord nog wel gehad. Och, zeg, sorry, ik heb even de kop er niet bij. Ja, leuk maar dat hele gedoe, maar dat doe het zelf eens als hij voor niks ontstaan. Oh, nee. Hé, dat komt wie bij in de WW. Ja. Maar voor hadden wie bij in de WW zaten, en we in bouwen zitten. Ja. En we als opperman. Maar dat opperen leunen maar wel in het bloed zitten. Maar omdat opperen niet in het bloed zit, hij is zo'n rug op, hè? Ja. Ja, ik werk er trouwens ook altijd met hele fijne collega's. Eén zo'n andere bassen smaag en smal. Verder weg laat ik een kwiet. Dat is toch verstopt achter een profiel. Ja. Zeg, ja, waarom verstop je toch achter een profiel? Ja, zeg, ik heb mijn vrouw vergeten. Zeg, ach, dan werken we toch vandaag samen met de familie, niet daar. Ja. Maar de eerste dag stond in Arnhem en Nijland al achter me te gapen, hè. Zeg, tuur je dat ik wel eens spijzen maak? Zeg, meneer Leiland, spijs? Ja, zeg, spijs. Zeg, nee. Wat zegt Nederland in mijn? Heb je dan nooit geen spijs gemaakt? Zeg gewoon spijs. Ja, zeg gewoon spijs. Zeg nee. Ja, zeg maar, je hebt toch hier solliciteerd en je wilt me toch niet vertellen dat je van zijn leven daar nog iets met spijzen door hebt? Zeg, ho meneer Jan Nederland, ik heb wel wat met spijzen door. Oh, zeg, dat wil ik toch ook zeggen. Zeg, ik heb 3 jaar op je bakker putten werkt. Dan zeg, hij had beter kunnen blijven, dan niet hè. Ja, even de rook, kunt in Arnhem en Nederland ook achter een dienst staan. Dan zeg je, Joop, je geeft me door. Ik zeg, zo. Maar ik wil maandag weer ophouden. Ik zeg, maandag ophouden, ik heb niks voor in. Ik zeg, ja, meneer Nijland, ik vind werken wel mooi. Maar er gaat zoveel een vrije tien in zitten, ik zo weinig, hè. Ik zeg, maar zwans kan bij een bouw. Ik doe de bouwboelen los, wat, ik maak toe spijs. Ik zeg, doe een bak op die boek, dat ging bij ons naar alle wets. Bak op een boek, schumps, geen spijs erin, er is tien erin. Bak op de rekken, 4 meter lopen, leren, overstijgen, of een bak van de rek, tien eruit, spijs eruit. Bak op de rekken en terug. En dat doen we maar 1 keer, is maar een hele dag. En een ander man komt met een bouw, 7 uur, spijs maken, bak om bouw, 6 spijs erin, 3 steen erin, bak op de rekken, 4 meter lopen, leren, halve stijger, halve bak van de rekken, steen erin, spijs erin, bak op de rekken en terug. En dan duurt het een week langer. En een mooie man denk ik, mijn collega zal het alles overnemen, maar niks, hè. 7 uur, bak om bouw, 6 spijs erin, 3 steen erin, 5 meter lopen, leren, halve bak van de rekken. Terug heb ik dan bak vergeten. Het allermooiste verhaal, dat kan ik nog wel vertellen, maar hij gek de groot nu is, hij was toen bij ons uitvoerder. Ja, hij voerde maar niks uit, maar hij was er wel. Ja. En gek, dan heb ik toen vastgebonden aan stijgenmast met stijgen touw. Ja, niet met de kop naar onder, nee, met de benen naar boven. En hij heeft in Nederland toch ontslagen en wij berummen. Ik had nee stijgentouw gebroken en niet meer. Ja, maar het hele gedoe van het doen hetzelfde, dat is niet voor niks zo staan, nee. Ja, maar ik heb je nog aan een televisieantenne gemaakt. Ja. Boven op dak. Binnen. Oh. Ja, maar ik heb een scheef en schaats met erin, hè. Oei, schaats me zo over en zo. Ik heb met antenne en al dak op, ligt me dan midden op dak een duftige opperdoel staan van een of andere doofmelk hier uit Lintel, hè. En dan ben ik al vroeger geleden, hè. Ik donder met antenne en al van dak af. Ik maak nog een 3-dubbele salto. Doe nog 4 enkele pirouette. Nou leuk, lekker ook maar 7 kwartier onderweg was. Hè. Ik knal met een knal op de grond neer. Ik val nog weer 1,5 meter de log in. En toen land ik definitief waar. Ja. En mijn buurman had dat ook gezien. Hè. En dan stond ik te bescheuren van het lachen. En alles werd me zwart voor de ogen. Zelfs zijn buurman. En dan moet dan nogal leuk, hij had vuur rode weer. En mijn vrouw die rende aan de telefoon om een dokter te bellen. Zeg, een dokter, is Teuntje bij kennis? Nee, zegt ze, je ligt hier verder op de stoepen, hè? Nou, toen heb ik nog een dag of 3 weer in Como leren. Ja. Nou, toen ik weer bij kwam, zei ik net dat mijn vrouw een zwarte jurk deed, dat was ik al gehad. Toen zegt ze, maar ook uit de hockey, fluit op aan. Wat? Maar ja, nu, hij dan in de WW zit, ik kan u vertellen wat je wilt, maar je wordt alabast niet hier. Oh. En zo zat ik in de beste kamer te zitten, waar ik normaal altijd licht was. En zitten 2 van die kleine blagen aan komen en die hadden toch schik. En ik kreeg ook al schik. Maar toen ik witte keek, ging mijn schik al weg. Want achter die 2 kleine blagen liepen ook nog eens 2 kleine huntjes.
precies liggen als elkaar. En toen ik goed keek, toen zag ik toch dat die twee hondjes mijn staart aan elkaar knupten. Oh, en dan word ik daar zo giftig in hoed, hè. Ik werd hellig en ik gooi mijn stoel aan de kant en ik naar boeten. Ik naar die kleine blagen en kreeg me die beide bij de oren. Ik zeg, hey jongens, moet ik dat bij jullie ook eens doen, waar je door de hebt? Toen zegt er een vreggen, kan je aan zulke kleine knupjes leggen? Ja, en Jan van de Vlijt Veurt is er volle grond daar in Groningen en in Frankrijk en hier in Limpelen. Heeft hij zo volle grond? Ja, is een melkboer geweest. O ja. Ja, anders kun je natuurlijk nooit zo volle grond bij. Maar Jan was er nog melkboer in Aalten, hè? En Jan en Venten toen het ziet altijd nog met peer en koren. Ja. En dat peer wat Jan met Venten, dat trekt altijd bij zo'n kakmadam voor dus op de stoepen, hè? Ja. En dan werd daar mensen vreselijk ondeugend over. En op een zekere dag was Jan weer aan Venten. Drit dat peer dus weer bij die kakmadam voor dus op de stoepen. Dan kunnen dat mensen de buurt naar stoelen, dan zeggen ze, hé, melkboer. Kunnen jullie onder dat peer geen zak ontlangen, maar dat ding dat drit je elke dag bij mijn voor dus op de stoepen. Dus je zegt, Jan, mevrouw, ik heb er al meer dan 40 jaar zo'n ding onderaan, ik doe het er al daarna laatst in. Ja, en hij dan in de WW zit nu, en die heeft een mooi eigen huisje bij binnen op moet fretten, hè. En ik wil dat niet, ik denk, ik moet het toch een beetje een opknapbeurtje geven. Kom ik toevallig op zolder, ik denk, ja, zolder zat al behang op, ik denk, ik trek niet een pruttel eraf, want ik maak er niet behang op. Heel een kroon bij elkaar zocht en ik echt op de Belgische tour aan behang, hè? Belgisch, hoe is dat dan? Weet dat niet? Nee. Nou, dan druk je de muren zo tegen het behang aan. Is dat Belgisch? Ja. Oh. Kijk, het werkt net klaar, geen de bellen. Ik wil een kroon nog niet opruimen, ik denk, ach, ik schreeuw wel op dat raam, dan hoort ze me wel. En ik schreeuw van onderin, waar is er? Dan komt er een stemmer van onder en zegt, kom even geld ophalen voor de fanfare. Ik zeg, ik hoef geen sigaar. Nee, ze komen even geld ophalen voor de jeugd van de fanfare. Zeg, hoef geen sigaar. Nee, ze komen even geld ophalen voor de kinderen van de fanfare. Zeg, hoef geen sigaren. Toen zegt ik heel stik met uw sigaar. Ik zeg, je moet uw fanfare. Ja, ben we laatst al met een heel kroon in een dierentuin in de West? Ja. Ja, zo heet een dierentuin, hè? Zo, oh, zo. En uit de eerste en beste hokbouw tegenkwam, er zat een kameel in. Ja. Toen zegt hij, oppas tegen ons, dat bent onwijs sterke beesten, die kameel. Je kunt wel 14 dagen barken zonder te drinken, hè? Ja. Zeg, meneer de oppas, dat is dan niks. Dat is dan helemaal niks. Ik zeg, in de Lintlijn, de muziekvereniging, ja, Venlo, hè? Je kunt wel 14 dagen drinken zonder te werken. Zo. Nou, toch over dieren hebben, ik kan het toch niet laten. Daarna zo'n juffrouw had les van en toevallig ging het over dieren die les, hè. En toen zat er bij ons op school op het hek, waar iedereen kon dat vogeltje zien zitten. Een heel mooi klein rood vogeltje. Toen wist ik niet wat dat was. Ja, nou wel, het was een rood bosje, maar... Toen wist ik er niet en iemand mocht het zeggen. En toen zegt Henkie ver met de bank, juffrouw, ik weet het. De juffrouw zegt, dan mag jij het zeggen. Ik zeg, juffrouw, dat is een mus met hoge bloeddruk. Nou, Dennis verklapt me de oren aan, dat kan ik wel vertellen, dat zou ze bij ons ombrengen. Je moet je linten ze vult in de windhoos, eerlijk maar, dat ging er aan. En Henkie dat s'avonds aan moeder verteld. En moeder, nog giftiger in de hoed, waar? Pak meteen pen en papier, schreef een briefje, dat was Henkie een andere dag met naar school. Hè. Henkie geeft dat aan de juffrouw, juffrouw maakt de envelop los en begint te lezen. Beste juffrouw, als je mijn jongen nog één keer zo hard houdt, kom aan, dan stuur ik jou mijn man op het lijf. En dan ben je voor de laatste keer je vrouw geweest. Punt. Nou, laatst had ik nog een vergadering gehad van de buurtvereniging over de fietscrossclub Tremo Verdan. Ja, Tremo Verdan. Maar tegenwoordig met de emancipatie van de vrouw had er ook twee vrouwen bij in die vergadering zitten, hè? Ja. Maar die beide vrouwen hadden een half uur al weggestuurd, want die kwamen steeds met dezelfde punten op tafel, hè? Ja. Dat vind ik ook zeker. Maar 3,5 uur later had diezelfde vrouw maar weer aan komen. Wat bleek wel dat het eerste punten waren waar weer schielsel vast aan had. Ja. Ja, en enorm. Ik zal even wachten, maar je hem hier lawaai maken, maar ik nodig.
En na de vergadering heb ik die ook meteen overgeven als oud-round fietsenmoteur, pretje maar vandaan. Bij de fietscrossclub train maar vandaan. Ik kon je wel geen band plakken, maar dat kan je leren. Heb je op zo'n doe-het-zelfzaak een beurtje gekocht waar alles van de fiets in stond. En ik was er ook al heel gauw achter dat je aan de band wil plakken in het bezit moet nemen van de fietsen. Ja. Dat vind je raar. Waar twee benden op zit en waarvan de ene leg is. Dat is een plak bijna zin, of niet dan? En als je bijvoorbeeld de achterband van de fietsen leg hebt, dan zit je in het beursje de achterkant van de fiets op. En er stond in, men zette de fiets op de kop. Ja, ik denk, het steekt er, het zal wel goed zijn. Maar goed als je een dikke kop hebt, of niet dan? Maar handig werk is dat niet. Nee, vooral een stuk gereedschap laat vallen, maar heel vlug om de gereedschap te raken, dan vallen de fiets met de kop, of niet dan? En vooral het telefoon hier. Binnen het werk hier de telefoon. Fiets met de kop, ik ben telefoon. Telefoon klaar, fiets op de kop. Kan je het gat niet vinden? Heb je er helemaal water bij deur? En water op de kop? Hij het gat met het water, komt er een klant te binnen. Een klant in. De klant is koning, kan niet lang staan, hè? Ik ga door het water en mijn water op de kop, fiets met de kop, ik ben een klant in. Klant in de kloor, fiets op de kop en mijn water op de kop. Valt in dat water nog binnen, hoe emmer ik dan emmer om verkeerde kop staan? Hij gaat met het water te blagen, dus. Ga door het water en mijn water op de kop, fiets met de kop, ik ben een blagen. Blaag, kloor, fietsen gaat en mijn water net. Och, blaas, kijk, gaat net mijn vriend. Maar één allerbeste goede klant hadden ze Jopie al in de werkplaats. Moet je dat nou vertellen? Ja. Ach, ik kwam de laatste keer in de werkplaats binnen, gooi dan een condoom op de werkbank en zeggen plak. Wat zeggen onze Jopie? Plakken? Ja, zeggen plakken. Onze Jopie bekijkt dat ding en zeggen dat is zo vaak plak, wat hij dan een keer neemt kopen, hè? Ja, zeg, dat kan wel, maar dan moet ik eerst even overleggen met een penningmeester. Zeggen onze Jopie, moet je dat overleggen met een penningmeester? Ja, zeggen, maar het ding is van de buurtvereniging. Wat? Trouwens, van een op de andere, ik wil even op Jan en Josje, of Jokis gelukkig. Nee, Josje op postje, ja. Josje zegt zo kans. Wie mocht namelijk omkleden bij Jan en Josje in de slaapkamer? Ja. Want Jan zegt, mijn vrouw, Jos is dat zo'n ontzettend lieve aardige vrouw, die heeft een hart en twee tanden van gold. En zo. En ze is zo bang dat die dingen stoom worden, dat ze s'nachts met de kop in de geldkisten slup. Ja, en verder weg waarom start je dat niet? Ja, leuk. Maar wie bent laatst met de hele Doe-het-zelf-club nou even naar Amsterdam geweest? Ja. En toen hebben we in de bus een ontzettend mooi liedje gezongen, dat betrekking naar Amsterdam. Ja. En nu we toch met Niel Kroom hier zo gezellig bij elkaar zit, willen we dat liedje net metgeven, ja? Ja. Het liedje begint ver aan. Ja. En het refrein staat daarachter. En dan zingen we bij het één keer ver. En dan valt de hele tent in, hè? Ja, bij ons erachterin. Ja, brandblusser is er ook mee. Nog iets, hè? En wij gaan naar Amsterdam. Wij gaan naar Amsterdam. Makkelijk, hè? Kan je dan dol? Nou, hadden jullie daar de allemaal even een volle borst met zien? Sorry, vrouw, hij niet zoveel heeft, maar iets minder met zien. Maar gooi terug. Maar gooi terug. Nog iets, hè? 1, 2, 3. Wij gaan naar Amsterdam. Wij gaan naar Amsterdam. Kennen jullie het nog allemaal? Ja, daar ben je.